Door het safaripark de Beekse Bergen rijdt sedert enige tijd een bus waarin leerlingen van het basisonderwijs een aanschouwelijke les in dierkunde krijgen. Daar links, daar zien we een struisvogel. De struisvogels die komen uit Arabië of Afrika. En we zien daar al een vraag staan over de struisvogel. Of hij oren heeft, hoe de kleur is van zijn ogen, of hij schubben aan zijn poten heeft. Kunnen we allemaal eens zien. En hoe op tenen. De les, die ruim een uur duurt en die is aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen, wordt gegeven door de educatieve medewerker van het safaripark, die zelf de bus langs de verschillende afdelingen rijdt. Een leeuw die kan ook stereo zien. Dat wil zeggen, net zoals wij, kan de leeuw ook zijn gezichtsveld tot één punt samentrekken. De kinderen worden zo op een hoogst originele manier vertrouwd gemaakt met de verschillende diersoorten. De giraf is ook een telganger. Dat wil zeggen, als je loopt, dan zet hij dan weer zijn linkse en dan weer zijn rechtse ongeveer dezelfde tijd vooruit. De les over de giraffen moet even onderbroken worden, doordat de bavianen alle aandacht opeisen. Een giraf heeft ook maar 7 halswervels, net als een koe, maar dan heel lang gerekte. Het initiatief tot het geven van biologielessen in een rijdend schoollokaal mag, gezien de reeds getoonde belangstelling, zeker als geslaagd worden beschouwd. Wie heeft dan nog iets te vragen over de dieren? Die kan dat niet doen. Om bij de jongste en mooiste plaatjes te kunnen komen die boven de boom staan.